De nieuwe eigenaar van het mooie bedrijf aan de 300 meterweg kocht het rundveehouderijbedrijf en zag dat het stal groter was dan de verleende CQ aanwezige stikstofrechten. Dus actie was noodzakelijk. Een landelijke regeling maakt verplaatsen van stikstofrechten mogelijk. Een mooi systeem voor bedrijven die verder willen. Een goede afbouwregeling voor de stopper. En door het afronden van de rechten wint de natuur er ook nog meer. In ieder geval op papier. In het akkoord van de provincie is er ook al. De partijleider van de BBB-HNV kondigde een juridisch adviesopvraag aan. Aangezien we vanavond hier geen motie van de mensen nu voor hebben liggen, gaan we ervan uit dat Van Famers en de ambtenaren goed hun werk hebben gedaan. Iets waar wij overigens vanaf het begin af aan niet twijfelden. Akkoord met het voorstel en wensen de familie aan de 300 meterweg goede zaken. Akkoord met het voorstel. Progressiefpartij, de heer Wevers. Dank u wel, voorzitter. Ja, als VP zijn we geen voorstander van vergroting van het aantal vee. Maar dat ligt natuurlijk in, als je in korte verband bekijkt, in dit geval anders. Het gaat namelijk niet over een verhoging van de veestapel totaal. En zelfs om een vermindering van het aantal stikstofrechten. Dus dat betekent een voordeel voor de natuur. En door dit voordeel zijn we voor dit voorstel. Dankjewel. D66, de heer Benaar. Ja, dank voorzitter. Een beetje in dezelfde strekking als vorige sprekers. Compliment aan de ondernemers dat zij dit zo proactief hebben opgepakt. Dus een zeker waardering voor hen om ook de boel netjes te willen regelen. D66 is ook een voorstander van de netto verlaging van stikstofuitstoot die deze transitie tot gevolg heeft. Ook goed voor de natuur uiteindelijk. Overal goed dat we het hier over hebben gehad, uitgebreid in beeld en de oordeelsvorming, ook nu nog even. Dat draagt bij aan een bewustwording van iedereen in deze lastige materie. Dank u wel. ChristenUnie. Het klinkt wat hetzelfde, maar ook voor de ChristenUnie geldt dat, zoals we in de oordeelsvorming al hebben aangegeven, is het echt wel een win-win situatie. Uitstoot wordt verminderd, een familiebedrijf kan blijven bestaan. De provincie is akkoord, dus volgens mij gewoon een goed voorstel en ja, dus akkoord. BBB, HNB. Ja, dank je voor het en wel, voorzitter. Ja, die Assum die vraagt om een reactie, die krijg je dadelijk ook wel. We gaan niet debatteren, het is een stemverklaring. Ja, nou, maar de stemverklaring die houdt in dat ik wel degelijk de zaken nagekeken heb en dat wij als fractie die bestudeerd hebben. Voorzitter, waar het hier om ging, ook in de oordeelsvormingen, dat was het feit dat een ondernemer die koopt een bedrijf, die komt wat stikstof tekort. En die stikstof die moet dan voor 2/3 ingeleverd worden bij 59% om precies te zijn, anders dan, voor de natuur. Dat kan allemaal en dan blijft er 41% over voor de ondernemer. Hij is daarmee akkoord gegaan. Wij hebben vervolgens, meneer Assing, wij hebben navraag gedaan, zowel juridisch als ook vanuit het veld. En ja, en we moeten dan tot de conclusie komen dat hier eigenlijk niet de kilo's zozeer van doen zijn, maar meer de depositie op de natuurgebieden. En die hebben ertoe geleid dat zowel de provincie als de gemeente met elkaar, hoewel de provincie hier het voeg gezegd is, gezegd heeft, zo zou het kunnen. Ja, daar was ik, voorzitter, omdat ik binnen een minuut klaar ben, maar in elk geval. Dus wij komen niet met een motie of wat dan ook, maar we zullen verlangen dat als er een nieuw kabinet is, als eens een keer deze ongelooflijk zware afroming, dat die een keer wat gebeteugeld wordt. Want dit is toch 60% tegen 40% is niet normaal. Ik heb nog niet gehoord of u voor of tegen gaat stemmen. Ja, nee, maar daar kun je wel aan. We zijn wel voor. Want daar is een ondernemer mee geholpen. Laat dat ook voordeel duidelijk zijn. Okay. We hebben geen enkel belang om boerenbedrijven niet op die manier of veehouderijbedrijven te steunen. Laat dat duidelijk zijn. Dankjewel. Middelmaat. Continu twee. We waren in ieder geval voorstander dan. VVD voor. Dan de voorzitter, als je de ontwikkelingen van de laatste jaren bekijkt en hoe wij met z'n allen een houding hebben ontwikkeld ten opzichte van natuur en landbouw enzovoort, denken wij dat hier twee winnaars zijn. En dat is inderdaad milieu, natuur en de omgeving. En dat ook het familiebedrijf meer gebruik kan maken van de voorzieningen die ze toch al hebben. Dus wat ons betreft een prima ontwikkeling. Dank u wel. Dan hebben wij ook dit voorstel unaniem aangenomen.